staan hier op een van de mooiste plekjes van Gent. En achter mij ziet u het Gildehuis van de Vrije Schippers. Het Gildehuis is de winnaar van de Onroerend Erfgoedprijs 2019. En wij zijn op zoek naar kandidaturen voor de Onroerend Erfgoedprijs 2020. Dus als u eigenaar bent of beheerder van een stukje onroerend erfgoed dat vrij toegankelijk is en u heeft dat de voorbije 5 jaar op een creatieve manier beheerd en onderhouden, stel u dan zeker kandidaat voor 1 maart. En misschien komen we elkaar tegen bij de uitreiking van de Onroerend Erfgoedprijs 2020 in oktober. Veel succes en tot dan!